Dag Jan. Hey, ja. René, hoi. Hallo. Dag Ridders van Gelderen. Geweldig dat jullie er zijn. Jullie hebben onze hulp ingeroepen. Ja, we hebben de stad geprobeerd in te nemen. Het lukte niet. Ja. Want Huus is geen Gelderse stad op dit moment. Nee, het is een Kleefse stad. Maar toch wel apart dat zo'n klein stadje het zo volhoudt tegen ons machtige Gelderse leger. Ja. Ja, maar dat komt omdat de Huissenaren trots en standvastig en zo fier als een zwaan zien. Vrijheid kun je nooit afnemen. Maar hoe kunnen ze dan zo'n belegering van het Gelders leger overleven in Huissen? Nou, ze hebben dus vissen, ze hebben tuinbouwgronden en ze verzinnen van alles om te kunnen overleven. Ah. En dan kan je de stad niet uithongeren? Nee. Wat ik wel mooi vind is dat er na al die jaren nog steeds wordt herdacht. Ja, nou het is herdacht, het wordt gevierd. Alleen maar om te laten zien, als een inwoner van Huissen, die krijg je niet klein. En ook al voeg je hem bij een groot land als Nederland of de grootste provincie en zet je hem daartussen. Nee, Huissen is Huissen en Huissen blijft Huissen. Maar vandaag wilde u toch dat Huissen Gelders wordt, hè? Daar gaan we nu voor vechten. Ja, daar gaan we wel voor vechten. Dat bedoel ik. Mannen, weten we wie dit is? Ja. Weten we het? Dat is onze hertog, hè? Hertog Karel van Gelre, daar doen we het allemaal voor. Mijn hemel. Even een applaus voor de hertog. Yeah. René gaat weer los. Gelre, 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 Gelre. Wat mooi dat hier nog ieder jaar een verhaal uit het verre Gelderse verleden herleeft. In 1502 probeerde onze hertog Karel Huissen in het Kleefse land te veroveren. Hij wilde de stad uithongeren. Maar dat mislukte omdat de inwoners nog konden vissen in de Rijn. De Huissenaren houden dit verhaal al 500 jaar levend. Zo gaan we dus om met onze rijke geschiedenis. Heren die soldaatjes spelen. Een alibi om eens lekker wat te drinken of uit de band te springen. Maar ja, laat ik de pret nu maar niet bederven. Het is tenminste iets. En hoe bescheiden ook, het verhaal blijft wel behouden. En ridder René heeft een fantastische middag. Houd brand. Jan, we hebben verloren. Ja, jammer. Hoe kan dat nou? Het gras aan de snor hangen, Jan. Ja, te gek, hè? Aan mij heeft niet gelegen, hè? Want ik heb, jullie hebben het echt niet gelegen. En we hebben wel laten zien dat de Gelderse vier zijn. Alleen de Huissenaren, ja, die zijn iets taaier, iets strandvastiger als wij. Huissen blijft dus nog een tijdje van Kleef en van Duitsland. Maar ik vind het wel fantastisch. Ja, jij wilde wat kun jij hem pakken? Want ik heb de vlag natuurlijk ook. Fantastisch dat jullie in de regen. En nu al honderden jaren de Gelderse geschiedenis. Verhaal. Ja, natuurlijk. Het is een zwarte bladzijde in de Gelderse geschiedenis, maar het is ook Gelderse geschiedenis. Ik vind het hartstikke fijn dat jullie ons dus ondersteund hebben. Je bent de eerste nieuwe ridder van Gelre van dit seizoen. Dankjewel.